wereld delen, die stonden op een andere plaats. En er waren veel vulkanen. Uit de vulkanen kwam er vuur en lava. Onder water zijn er eencelligen en die zijn veranderd in vissen en die vissen zijn veranderd in dino's. Fossiel is een bot dat na miljoenen jaren versteend is. Als ze botten opgraven, dan kunnen ze zien of het een dino is met stekels of een lang nek of iets anders. De skeletten worden als puzzels in elkaar gestoken. Dat kan tientallen jaren duren. Dino komt uit het Latijn of uit het Grieks en beschrijft welke dino het is. De dinosaurussen die werden geboren uit een ei, zoals de reptielen en de vogels. Het gewicht van een pasgeboren dino was afhankelijk welke dino het was, zoals de langnek, die was groot. De grote dino's die hebben schubben en de kleintjes die hebben veren, omdat anders zouden ze warm krijgen. Dino's eten planten zoals deze hier en sommige dino's eten vlees zoals deze hier. De grootste dinosaurus die was 25 meter, dat is deze. En de kleinste was 70 centimeter. Sommige dino's beschermen zich met een kraag of stekels of platen of een harnas. Deze beschermt zich door zijn horens en zijn kraag. Er waren ook liggen dino's, zoals Tyrannodon.
Dat is een zo rood dat uit de ruimte komt en die op de aarde valt. De meteoriet die insloeg, die maakte een krater van 9 kilometer in Amerika.